Huize Margriet heeft vandaag een seminar gehouden met als titel Toezicht in de ouderenzorg. De reden om dit seminar te organiseren is de slechte zorg in sommige tehuizen in Suriname. Projectpartner en psycholoog Iris Verwij ging in op de stand van zaken in de ouderenzorg. Verder is er een paneldiscussie gehouden over de wettelijke bepalingen en hoe die in de praktijk werken. Het uiteindelijk doel van dit seminar is om de bewustwording over dit onderwerp op gang te brengen. We zijn hier vandaag voor een seminar waarbij het toezicht op de ouderenzorg centraal staat. Nou vraagt u zich natuurlijk af, maar waarom dan? De aanleiding om dit seminar te organiseren is dat eigenlijk een beetje in beeld is gekomen dat op sommige plekken de kwaliteit van de zorg wat te wensen overlaat. Met een enige regelmaat komen er berichten in de media van incidenten, dat er hier iets niet helemaal in orde is en daar iets niet helemaal in orde is. En als je dat dan leest en erover nadenkt, dan denk je ja, maar als het toezicht was, dan zou het zover niet zijn gekomen. Want als het toezicht was, zou men op tijd gesignaleerd hebben dat dingen niet in de haak waren en dan was het niet tot het incident gekomen. Dus twee dingen kwamen in beeld. Enerzijds, de kwaliteit van de zorg is niet overal op orde. Voeg daarbij het ontbreken van voldoende toezicht. En als u er goed over nadenkt, ontstaat er een hele gevaarlijke mix. Verwij illustreerde met het voorbeeld dat slechte ouderenzorg zelfs tot de dood kan leiden. Op 30 augustus 2019 is meneer Engelhard komen te overlijden, waarbij heel duidelijk aanwijsbaar is dat er een link is met falende zorg en falend toezicht. Inmiddels is ook het zorgbedrijf dat betrokken was bij zijn zorg, daar is de vergunning of de registratie daarvan is ingetrokken. Dat bedrijf mag niet meer als zodanig functioneren. Maar dat is allemaal als het kalf al een beetje oneerbiedig verdronken is. Als iemand al dood is, dan gaan we het recht trekken. En toezicht betekent dat je op dingen toezit en dus voorkomt dat een kalf verdrinkt. En daarom is het onderwerp voor ons belangrijk en daarom ben ik heel blij dat u allemaal gekomen bent vanmorgen. Tot zover psycholoog Iris Verwij vandaag bij het seminar over toezicht in de ouderenzorg. Ze stelt dat de kwaliteit van de ouderenzorg in Suriname te wensen overlaat. Het seminar is gehouden in Huize Margriet.